Fijn dat ik op deze manier even iets tegen u kan zeggen nog. Want ik ben hier sinds november en ik vind het echt een eer dat ik waarnemend burgemeester van de gemeente Almelo mag zijn. Elke dag ontdek ik weer iets nieuws, iets verrassends in Almelo, een mooie ontwikkeling, een organisatie die zich enorm inzet, vrijwilligers. De verbinding in Almelo voel ik overal. En daar mogen we met elkaar best wel een beetje meer trots op zijn. We gaan de feestdagen in en ik hoop natuurlijk dat iedereen fijne feestdagen heeft. Het is toch de tijd van samen met elkaar, met familie, met vrienden en gezelligheid. Maar we weten natuurlijk ook dat er mensen zijn die er tegenop zien. Omdat ze iemand hebben verloren, omdat ze in moeilijke omstandigheden zitten. Waar kerst geen fijn moment voor is. En ook het nieuwe jaar niet. En dan is het zo fijn als we die verbinding die er in Almelo is, ook dan tot uiting brengen. En vandaag mocht ik van een Almeloer, meneer Pappie, een gedicht en een kaarsje ontvangen. En dit gedicht zegt eigenlijk alles wat ik u en Almelo ook zou toewensen. Ik lees het u even voor. De tijd van kerst is weer aangekomen. Veel mensen genieten van cadeautjes, de sfeer en de lichtjes in de bomen. Maar kijk dit jaar eens naar de mensen om je heen. Veel mensen hebben het moeilijk of voelen zich alleen. Sta eens voor die ander klaar, met wat hulp, wat aandacht, gewoon een klein gebaar. Wat extra liefde en aandacht in iemands leven, daarom willen we u dit lichtje geven. En ik ontving dit mooie lichtje. En symbolisch zou ik u dit lichtje ook op deze manier willen geven. Ik hoop dat u fijne feestdagen heeft en een heel mooi nieuw jaar. Met gezondheid, met dierbaren om u heen. En dat we ook wat meer zelfbewustzijn mogen hebben op alles waar we trots op kunnen zijn in Almelo.